Totdat ik tilbalkanker kreeg, wist ik eigenlijk niet zo heel goed wat het inhield of wat erbij kwam kijken. En controleerde ik eigenlijk mijn eigen testicles nooit. Zwemmen tegen kanker. Dit jaar is Nijmegen een van de plaatsen waar dit op 1 september gaat gebeuren. Doel van Swim to Fight Cancer is om zoveel mogelijk geld bij elkaar te zwemmen. De teller staat al over de 2 miljoen. Ook Thomas uit Doesburg doet mee. Een warme zomeravond bij de Oude IJssel in Doesburg. Tijd voor de wekelijkse training van Thomas en zijn vrienden. Eind oktober ontdekte ik bij mezelf tilbalkanker. En daar ben ik voor behandeld. Eerst een operatie, daarna een chemokuur gehad. Daarna nog een operatie gehad. En gelukkig begin dit jaar dat afgerond. En nu bezig met mijn herstel. En zo kwam Swim to Fight Cancer op zijn pad. Ja, ik speel waterpolo, dus ik wil heel graag weer op conditie komen. Dus op een maandje beginnen weer. En dan wil ik eigenlijk weer gewoon de basisconditie goed hebben. Bijna 25 clubgenoten en vrienden zwemmen met Thomas mee. Ieder met eigen persoonlijke redenen. In mijn familie is het al een paar keer voorgekomen. Dus er zijn in het afgelopen jaar 4 mensen die mij heel dierbaar zijn. Die toch wel geraakt zijn door kanker. En dan Thomas uiteraard, een teamgenoot van mij. Dus het is voor mij wel belangrijk om wat terug te doen. Zelf heeft Thomas ook nog een belangrijke tip voor alle mannen. Vaker je ballen controleren. Totdat ik tilbalkanker kreeg, wist ik eigenlijk niet zo heel goed wat het inhield of wat erbij kwam kijken. En controleerde ik eigenlijk mijn eigen testicles nooit. Ja, dat was een van de voorwaarden om zijn blog te volgen. Dus af en toe controleer je wel eens, ja. Als er wat is, gewoon direct naar de dokter gaan. Niet schamen, niet wachten, niet uitstellen, gewoon gaan. Ja, toch? Proost.